Kan je deze video liken terwijl je je wijsvinger op je neus houdt? Poppy Playtime, chapter 3. Ik kan niet wachten. En er is een soort van nieuwe trailer waarin we nog beter kunnen zien met welk monster we te maken gaan krijgen. Deze video kan spannend zijn. Oh my gosh, moet je die voeten zien. Zo behaard en groot. Oh my gosh, is dat Catnap? Dat is het masker uit chapter 3. Oh, en daar hebben we de Smiling Gridders die op de muren staan. Oké, we hebben weer een grab pack. Oh, we moeten het masker opzetten in chapter 3. Oké, ik ben heel benieuwd. Ik zie voetstappen. En ze gaan naar links. Het masker is afgevallen. Experiment 24. Oh, dit is een van de nieuwe games die we gaan krijgen. Oh my gosh. Het monster stapt op het masker. En wij zitten in een soort van opslag. Zetten een knuffel neer. Oké, ik kan niet wachten. En ik heb in mijn broek geplast. Ik ben enthousiast en bang. Dat is wat ik probeer te zeggen. Deze trailer was gemaakt door een fan. Dus wat hiervan klopt, dat weten we niet. We zitten in een soort van riool. We hebben een blauwe en een gele grabpack hand. Ik heb zo'n idee dat we hier niet alleen zijn. Hé, er staat iemand op de muur. Wie was dat? Was dat een van de Smiling Gridders? Als je niet weet wie de Smiling Gridders zijn, ik heb er gisteren een video over geüpload. Het zijn de nieuwe knuffels uit de Poppy Playtime fabriek, waarvan er één een beetje raar doet. Catnap. Het is een kattenknuffel die de andere knuffels kan laten slapen. Het is een raar verhaal. En een eng verhaal. Oh nee. We vallen naar beneden. En waar moeten we nu heen? Oh, het voelt alsof ik chapter 3 nu al aan het spelen ben. Dit is zo gaaf. Oké, we kijken om ons heen. Alleen hier kunnen we niet verder. Er staat een hek. Oh, het is een deur. Ah, nog beter. Alleen, wat staat er achter? Wie is dat? Dat was een van de Smiling Gridders. Misschien zijn ze dan toch niet allemaal slecht. En dat zou best kunnen. Want in chapter 2 helpt Kissy Missy ons ook. Niet al het Poppy Playtime speelgoed is gemeen. Maar wacht, waar zijn we nu? Ik zie daar weer een tekening van een Smiling Gridder op de muur. En deze keer is het een rode teddybeer. Er zijn heel veel kleuren Smiling Gridders. We hebben rood, paars, roze, blauw, groen, geel, oranje. En het zijn ook allemaal verschillende dieren. Zo is rood dus een beer. Oké, ik zie allemaal kabels hangen. Ik denk dat we hier eigenlijk niet horen te zijn. En ik zou me graag willen omdraaien, maar ik ben helaas niet degene die speelt. Ik ben alleen degene die kijkt. Oh my gosh. Ik dacht dat Huggy Wuggy af was, maar hij zit in een soort van testbuis. Ze willen hem weer tot leven wekken. Maar wie heeft hem daar geplaatst? Wacht, kunnen we op die knop drukken? Denk het wel. Kom op, druk. Ik hoor niks. Oh, het werkt niet. Oh my gosh. Wacht. Even in slow motion. Dat was weer een van de Smiling Gridders. En voor als je het verhaal achter deze knuffels niet snapt. Er wordt gezegd dat alle knuffels leuk, zacht en knuffelbaar zijn. Alleen één ervan is dat niet. En dat is Catnap. En als Catnap een soort van rode rook uit zijn mond blaast naar de andere knuffels. Dan veranderen de andere knuffels naar een nieuwe vorm. Een enge vorm. Oké, eens even kijken. We zitten hier weer in een nieuw soort gebouw. Of een kamer. Want de Poppy Playtime fabriek is gigantisch. Er zijn ongetwijfeld een hoop kamers. Die we nog niet hebben gezien. Oh my gosh. Ik dacht er trouwens laatst over na. Wie is dat? In een speelgoedfabriek wordt van elk speelgoed meer gemaakt dan één. Dus waarschijnlijk zijn er meer Huggy Wuggies dan we denken. Oké, weet je, laten we rustig blijven. Er is niet per se iets aan de hand. Waarom klinkt het alsof er iemand door de ventilatieschacht loopt? Wacht, wat? Hallo? Is daar iemand? Gewoon rustig blijven. Wat? Dat klonk raar. Het is... Oh. Het is een Smiling Gridder. Moet ik eens een keer een video maken waarin we alle Smiling Gridders goed gaan bekijken. Onder de loep nemen. Om te weten welke kleur bij welk dier hoort. Want we hebben dus nu gezien dat oranje een hondje is. Oké, eens even zien. We zitten nu weer in een ander gedeelte. En we hebben een paarse grabpack hand. En dat is natuurlijk de vraag, want in chapter 1 van Poppy Playtime was het blauw en rood. En in chapter 2 was het geel en groen. Of was het blauw en groen? Ik weet het even niet meer. Het is al een tijdje geleden. Maar wat het in chapter 3 gaat zijn, dat weet nog niemand. Oké, deze speler denkt in ieder geval blauw en paars. Zou kunnen. Wacht. Dat is een andere Smiling Gridder. Het is blauw. Het is de olifant. Weet je wat? Laat jouw lievelingskleur en jouw lievelingsdier in de reacties weten. Rustig. Lief olifantje. Goed zo.
Maar er zijn natuurlijk ook Poppy Playtime speeltjes die niets met de Smiling Gritters te maken hebben, maar die er al lang waren. Denk aan Candy Cat, Bonzo Bunny en ook Bron. Bron staat bekend als een van het oudste, maar vooral het grootste speelgoed in heel de Poppy Playtime fabriek. En daar heb je hem, of tenminste, nee, dat is niet de echte Bron. De echte Bron is veel groter. Oké, deze speler gaat verder op onderzoek uit. We hebben Bron namelijk nog nooit zien leven in Poppy Playtime. We hebben hem gezien, maar nog nooit bewogen of zo. Oké, we kijken om ons heen. Er is een hek. Oh, het is zo eng altijd. Oh. Bron, ik kom in vrede. Je bent een lieve dino. I love you. Oh, oké. Ik heb een slokje water nodig. En ik heb een taco nodig! Wat? Hoeveel Smiling Gritters denk jij dat er zijn? We hebben natuurlijk gisteren de reclame gezien van de Smiling Gritters. Volgens mij waren het er 8 of zo. Oké, welke gaan we nu ontmoeten? De eenhoorn. Maar dat wil niks zeggen in Poppy Playtime. Nee. Nee. Wacht eens even. Precies wat ik net ook al zei. Van elk soort speeltje worden er meerdere gemaakt. Zie hier heel veel van dezelfde Smiling Gritter. De Cyan eenhoorn. Oké, misschien zijn ze kapot. Misschien waren het prototypes. Huh. Wat een enge glimlach. Ik bedoel, ik sta niet altijd goed op foto's. Maar dit is wel heel erg. Rustig. Oh, niet schreeuwen. Alsjeblieft niet. Ren. Ren. Ik zei het nog zo. Ren. Wat vind jij tot nu toe de engste? De olifant, het hondje, de eenhoorn, Catnap de kat of Bob die geen taco's krijgt? Ik wil taco's! Dat vind ik misschien nog wel het engste. Maar nog steeds zijn we niet klaar. Daar hebben we weer een nieuwe Smiling Gritter. En het is het groene konijn. Oké. Misschien is het een pop. Een paspop. Je weet wel, die de nieuwste fashion draagt in de vitrine van een winkel. Of zo. Hoi konijn. Doei konijn. Het is nog geen Pasen. Het is nog geen Pasen. Dit lijkt een beetje op de Squid Game zaal met al die bedden. Ik zag daar een Mommy Longlegs pop. Oh, wacht even. We hebben daar de roze Smiling Gritter. Dat is een biggetje. En de groene die net met zijn hoofd bewoog. Nee, waarom kom je nou zo dichtbij? Huh. Lief biggetje. Lief het biggetje was niet lief. Oh my gosh, wat gebeurt hier? Speelgoed jumpscare. Jumpscare, hoe bedoel je? Ah ja. Jumpscare. Oh, wacht. En dit is hem ook. Alleen dit is een echte vorm. Ik denk dat ik het begin te snappen. De Smiling Gritters hebben een neppe vorm. Dat is wanneer ze een knuffel zijn. Lief en schattig. En dan hebben ze een echte vorm. Waarin ze geen knuffel zijn. Ik had ook niet kunnen verwachten dat de Poppy Playtime fabriek leuk speelgoed zou maken. Wow. Heb jij heel de video afgekeken? Reageer dan appel. Je bent een baas. Abonneer voor meer. En adios.